Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen en vandaag gaan we beginnen met de les 176. Ik wil de rode trui, die wil ik eigenlijk blauw maken. En hoe doe ik dit? Nou, dat is heel leuk om te weten. We gaan hier gewoon even naar de selectie tool. Ondertussen gaan we deze gaan we selecteren, dus het truigedeelte, door shift in te houden. Zo, en als je fout gaat gebruik je alt. Om dit te corrigeren. Nou, hier heb ik ook nog een stukje. Dit halen we weg. Hier zit nog een klein stukje. Zo. Nou, dan gaan we dit gedeelte pakken. Hier halen we een klein stukje weg. En hier halen we een stukje weg. Zo. En als we dit gedaan hebben, dan maken we dus hier een nieuwe laag aan. En hier gaan we hem op color zetten. En het leukste is, ik wil hem een kwartslag draaien, de foto. En dat doe je door de letter R in te toetsen. En dan ga je eerst even terug naar deze laag. Doe je R in toetsen. En dan draai je de foto een kwartslag om. Nou hoop ik wel dat hij even meewerkt. Kom. Ja, daar is hij. En wat ik dan doe, dus mijn alt inhoudend, maak ik de foto een stukje kleiner. Dan ga ik hierboven weer terug naar deze laag. Ik ga hier naar dit kleurvenstertje. Ik pak blauw. Dan klik ik op oké. Ik ga hier naar de brush tool. En dan ga je hem gewoon inkleuren. En dan zie je dus dat hij dus een mooie blauwe kleur over de rode trui heen doet. Kijk, zie je? Zo. En als ik dan weer de R gebruik op deze laag, dus ik draai hem weer om, zeg maar, zo. Dan zie je dus dat ze nu een blauwe trui aan heeft. Hier zie je nog een klein stukje. Oh, Ctrl-Z, ik maak een klein foutje. Ik ga even terug naar deze laag. En dan zie ik hier nog een klein foutje, zo. Hier ook nog een klein stukje. Nou, dan is dus de trui blauw. Ga ik hier terug naar de selectie. En ik klik hier één keer op het grijs gedeelte. Is de selectie weg. Maar, nu zie ik hier een lijn lopen. Zie je dat? Als je goed kijkt, zie je een klein, smal, rood lijntje lopen. En daar ben je niet echt helemaal blij mee. Dus wat doe ik? Ik doe dan Ctrl-Alt-Z. Deze laag, die gooi ik weg in de prullenbak. Ik ga dan hierboven naar selectie. Ik kies dan voor Modify. En ik ga dan hier naar Expand. En ik ga hier 4 inzetten. En daarna klik ik op oké. Dan ga ik kijken. En dan heeft hij dus 4 mm naar buiten getrokken. Zie je dat? Kijk. Nou, nu maak ik weer een nieuwe laag aan. Ik zet hem hier op Color. Ik ga heel even naar deze laag. Ik gebruik de letter R. Ik ga hem draaien. Zo. Daarna ga ik weer terug naar de bovenste laag. Ik heb dan nog steeds blauw. Ik pak hier de brush tool. En dan ga ik er nog een keer eroverheen. Hou je linkermuisknop ingedrukt tot je klaar bent. Zo. Kijk goed dat je niks bent vergeten. En als je dan klaar bent kun je hem loslaten. Je gaat hier naar de selectie tool. Je klikt hier één keer op. Dan ga ik weer terug naar deze laag. Ik pak de letter R. Ik draai hem terug. En dan als we hem inzoomen, zie je dus dat die rode lijn weg is. Nou, dat is precies wat ik wilde. Dus nou heb ik een rode trui blauw gemaakt. Een korte les, leuk om te weten. En ik spreek jullie snel weer. De groetjes, hei hei.